Dag kijkers. Zijn. In deze serie testen wij de gastvrijheid van plaatsen die afgelopen jaar op positieve of negatieve manier in het nieuws zijn geweest. Die gastvrijheid test ik niet alleen, maar dat doe ik met geluidsman Joffrey. Ja! En cameraman François. En deze week testen wij de gastvrijheid in Amsterdam. Occupy is een wereldwijde protestactie gebaseerd op de Arabische lente. In september van afgelopen jaar verzamelden de eerste demonstranten zich voor het beursgebouw op Wall Street in New York. En al snel waaide de actie over naar Europa en naar het Amsterdamse beursplein. Deze anticapitalistische protestbeweging die protesteert tegen de macht van de banken, de bonuscultuur en de sociale en economische ongelijkheid. De competitie en de commercie is het grote vergif van de samenleving. Ik zeg nee! Nee tegen de macht! Nee, hoe lang blijven jullie nog? Zolang het nodig is. Hoe kijken de allerarmsten en de allerrijksten van onze hoofdstad eigenlijk zelf aan tegen deze ongelijkheid? En belangrijk voor ons, zijn ze bereid om dat wat ze hebben met ons te delen? We gaan het uitzoeken, nu we er toch zijn. Maar eerst een lift naar het kapitalistische hart van deze stad, de Zuidas. Wij zijn van, nu we er toch zijn, we testen de gastvrijheid van Amsterdam en we zoeken een lift richting de Zuidas. En we testen... kom even. Yay! Het stond al best wel lang, hè? Hi, Sophie, heb je de Occupy-beweging een beetje gevolgd? Ja, ik heb het wel gezien, ja. Ben je het ermee eens? Is het goed dat ze doen? Het is goed, ja. De armen en de rijken worden steeds rijker, ja. En ze willen weinig belasting betalen. Ik wens jullie een fijne dag. Dankjewel, sweetie. Ja. Zo, dit is dus het bonkend hart van het kapitalisme. Mag ik jou misschien wat vragen? Waar ga je naartoe? Ik ga naar mijn bureau. Oh, je werkt bij de bank? Oh, dan loop ik heel even met je mee. Wat vond je van de Occupy-beweging? Ik vond het waanzinnig. Nee, maar geef eens eerlijk antwoord. Dit komt niet goed over. Het is met je LFO-geluidje. Ik ben heel benieuwd hoe het zich verder ontwikkelt. Ik kan me de beweging heel goed voorstellen. Het is nou helemaal zo, degene die hard werkt verdient veel. En goed, er zijn ook mensen die minder verdienen. Dan moet je een andere bank kiezen, toch? Ik vind het gek. Ik heb zelf meegedaan. Ik stond op stelten met een mooie tekst. Okay. Het leven is priceless. Ik vond het goed. Er ontstond een soort van gemeenschap. Echt. En eigenlijk niemand deed er raar over. Ik heb zo nooit iets fatsoenlijks over zeggen, laat ik het zo zeggen. Nee, en de mensen bij de banken wel. We gaan de gastvrijheid testen bij hele arme mensen en hele rijke mensen in Amsterdam. Denk je dat er een verschil is tussen waar de deuren open gaan voor ons en niet? Nee, helemaal niks. Ik denk dat Amsterdam in het algemeen wel heel gastvrij is. Ik denk bij de rijken dat ze je minder naar binnen laten. Dat ze gierig zijn voor hun geld. Ja? En de armen juist willen delen met de andere mensen. Wij testen de gastvrijheid in heel Amsterdam. We zijn nu gearriveerd in de Bijlmer en het is tijd voor een kopje thee of een ander exotische versnapering. Dag! Ja? Wij zijn van het televisieprogramma Nu Weer Toch Zijn. Wij testen de gastvrijheid van Amsterdam. Test u de vrijheid van de islam? Ik ben een beetje doof. Oh! Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Ik wou even vragen of u zich kan legitimeren. Legitimeren? Nou, komt u met ja, ga me even voorstellen. Sophie Hilbrand, aangenaam. U bent de buurvrouw. Ja. Kijk, ik ben de buurvrouw, we zouden net samen boodschappen gaan doen. Ja. Dan zijn we eerst een kopje koffie. En er gebeurt als u zei, mag ik even de legitimatie zien? Dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Oh nee? Gaat er veel mis in de flat? Nee, wordt er wel niet mis, maar wij worden regelmatig gewaarschuwd vanuit de woningbouwvereniging. Bent u bang? Nee, nooit geweest. We hebben een galerij met allemaal verschillende soort mensen uit alle delen van de wereld. En dat is gewoon gezellig. Maar storen jullie dan ook aan het beeld wat er soms van de Bijlmer is? Of van de ja, dat vind ik helemaal niet leuk. We testen de gastvrijheid in Amsterdam. Ja. Omdat we naar plekken toe gaan die in het nieuws zijn geweest afgelopen jaar. En omdat de Occupy-beweging de grootste was in Amsterdam. Ik vind het een goede beweging, maar het haalt niks uit. Er zit geen niet genoeg power achter om de politiek te beïnvloeden. Maar het wordt niks. Heeft u er al iets van gemerkt? Van de bankencrisis en van de financiële crisis? Gelukkig niet. Heeft u kinderen? Nee. Nee.
Toen wij in de verpleging gingen, mochten we geen verkering hebben. Oh nee? Er mochten geen mannen in het ziekenhuis bij jou op de kamer komen. Okay. Want jullie woonden in het ziekenhuis? Ja, intern. Oh, ja. Ja, maar, dat was in de 40 jaren hoor, dat ik dat was. Bent u ooit getrouwd geweest of een man gehad? Nee. Of een vriendin? Een vrouw? Ook niet. Nee, gewoon. Nooit een man gehad? Nee, raar hè? Het is wel zo. Ik had 6 broers, dus ik had er genoeg mannen om mee. Maar is dat een keuze of bent u nooit verliefd? Nou, ik had er denk ik geen behoefte aan. En u zegt steeds ja, heeft u hetzelfde? Nou, ik was jonger, ik was ouder natuurlijk als zij. Ja. Dus ik heb bewust de oorlog meegemaakt. Ja. Met alles erop en eraan. Toen heb ik ook een vriend gehad. Die is opgepakt, is nooit meer teruggekomen. Voor mij was er toen ook geen andere. Dit was zo goed en mooi, dit kon niet beter. Hoe oud was u toen? 21. We waren allebei ondergedoken. We zaten in hetzelfde schuitje. Hebben jullie elkaar daar ontmoet? Op het onderduikadres? Ja. En heeft u er wel spijt van gehad? Dat u niet een relatie met een ander heeft proberen te... Ik heb wel eens gedacht dat dat anders kunnen zijn. Maar nee, voor mij was er echt geen andere. En heeft u er wel spijt van gehad? Nee. Ik ben er achteraf even blij mee. Omdat ik lekker zelfstandig was en niemand verantwoording af hoefde te leggen. Maar nu wordt het misschien iets te privé hoor. Maar hoe het met een man in bed zou zijn? Oh, dat heb ik wel in boeken gelezen en zo. Dat ik bedoel, ik ben niet wereldvreemd. Nee. Maar u heeft dat nooit dat u dacht, dat wil ik ook een keer meemaken? Nee. Aan mijn lijf geen Polonaise. Heel erg bedankt voor de gastvrijheid. Ja, ja. En dan plak ik er nog een sticker op. Op de deur. Tot ziens. Ik ga naar mij. Ja, hij is, mag ik hem hier op plakken? Nee. Oké. Dankjewel. Doei. We zijn in de wijk Buitenveldert en we hebben wel zin in avondeten. Ik wil iemand die zit op de bank. Hoi, goedenavond. Ja, wat is het? We zijn van het televisieprogramma Nu We Er Toch Zijn. Ja? En we testen de gastvrijheid van Amsterdam. Zijn de mensen hier een beetje gastvrij? Nou, in de buurt wel, ja hoor. Ja? Bent u ook gastvrij? Ja, wat wil je? Wil je even binnenkomen of zo? Ja, mag dat? Natuurlijk. Het is een nieuw huis, of niet? Dit is ongeveer 4 jaar geleden dat we dit nieuw gebouwd, ja. En toen bedachten jullie het wel leuk om een lift in huis te hebben? Of is dat ook gewoon noodzakelijk voor iets? Dat is voor op de toekomst, als we straks oud en krakkemikkig zijn. Hoe hebben jullie dit helemaal zo kunnen betalen? Hoe we dat hebben kunnen betalen? Ja, wat doen jullie? Hard gewerkt ervoor. Ja? Samen ook, of niet? Ja, we hebben altijd samen gewerkt. En wat doen jullie samen? Goh, we hebben een bedrijf gehad in een beleggingskantoor. En nu zijn we gewoon wat rustiger. Je hoeft eigenlijk niet meer te werken. Nou, dat is wel heel enthousiast gezegd, ja. Ah, je mag ik even mee naar de kelder. Dit is dit is allemaal nieuw. Ja. Speciaal voor de wijn in de kelder aangelegd. Ja. Nou. We weten wel waar we aanbellen. Toch? Hoe kijk je aan tegen die huidige bankencrisis? Kijk, als jij gewoon een groentewinkel hebt, zo moet je denken. Of een slagerij. Maar je hebt 15.000 euro omzet. En je hebt voor 20.000 euro rekeningen. Dan kun jij wel begrijpen, met normaal verstand, dat je dan nooit die lening terug kan betalen die je hebt. He? Dat gaat niet. Nou, nee. zo is natuurlijk Griekenland, Portugal en noem maar op. Dat is allemaal dat verhaal. Die met een negatieve handelsbalans. Ja. Die dus meer uitgeven als dat er het land binnenkomt. En heb je er zelf iets van gemerkt al? Eigenlijk, de gewone burger draagt natuurlijk weer het risico. Want die overheid brengt gewoon al die lasten weer bij die burger. Als ze die bank overeind moet houden of noem maar op. Ja. En ik kan beter gewoon een paar banken failliet gaan. Want ik bedoel, als er in Oudekerk 25 sigarenzaken zijn, dan zijn er volgens mij te veel. Ja, ja. En ik kan wel zeggen, jongens, je krijgt allemaal 30.000 euro als je blijft bestaan, maar volgens mij kan het nooit. Wat vind je van die Occupy-beweging? Nee, ja, je verandert die wereld niet. Maar het idee dat zij wel protesteren tegen het kapitalisme en tegen de macht. Nee, het is de burger die natuurlijk ook in Amerika en ook hier te makkelijk leent. Je moet ze koopziek zijn. Want ze kopen dingen die ze wat helemaal niet nodig hebben. Maar waarom zijn mensen zo koopziek? Nou ja, dat is misschien wel uit verveling. Jongens, ja. Bedankt voor de gastvrijheid. Ja. Bedankt, hè. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Het is tijd om een slaapplaats te zoeken. En nu lopen wij toevallig in een van de duurste straten van Amsterdam. Met hele grote huizen. Hier zijn in ieder geval mensen thuis. Hallo? Wij zijn van het televisieprogramma Nu We Er Toch Zijn. Hoi. Hi. Hallo. Hey. Hoi. Sophie. Jaloe. Nou, is het zo dat wij eigenlijk een slaapplaats zoeken? Ze zoeken een slaapplaats. Een slaapplaats? Ja, dan moet je een LP vragen. Wij slapen eigenlijk allemaal hier. Ja.
En maar de eigenaar is niet. Maar wat zijn jullie dan van de eigenaar? Ik woon hier, eventje. Ik ga de overkant wonen. Ik ben de dochter van een vriend van hem. Oké. En ik ben weer haar vriend. En wij zitten allemaal in het huis slapen. Ja. Relaxed. Ja, ik kan wel wat drinken, maar slapen daar ben je. Moeten we even bellen. Ja, bellen ja. Ik weet. Van welk programma zijn jullie? Nu we er toch zijn. Van het programma Nu we er toch zijn? Ja? Oké. Ja? En we zijn welkom. Ja, je bent welkom. Wij vinden het ontzettend leuk programma. Oh, wat gezellig. Oké, doei. Wat willen jullie drinken? Hebben jullie die Occupy-beweging meegekregen? Een beetje. Ja? Echt helemaal niks. Niks van meegekregen jij? Ja, veel van meegekregen, maar ik snap er weinig van. Ik weet dat het stinkt en vies is, maar... Ja, voor mij, wat mij betreft komt het over als domme mensen, maar... Hebben jullie mensen om je heen, of je ouders, of die al iets gemerkt hebben van de crisis? Of je geld op andere... Ja? Ja. Op wat voor manier? Ja, vriendinnetjes merk ik veel van. Ja. Ouders die failliet gaan. Oh, ja. Mijn ouders zelf die gewoon ook gewoon voorzichtiger doen. Mensen die een keer minder op vakantie gaan, dat soort dingen. Ja. Ik ben klaar met de pilotenopleiding, maar al een jaartje. En het is een beetje een klote tijd ook. Ja, ze willen toch niet echt van die jonge broekjes aannemen die geen uren hebben. Nee, dan heb jij best wel een grote schuld, toch? Ja. Van een ton? Ja, een ton. Ja. Maar het enige is dat ik gewoon zo snel mogelijk een baan moet vinden. En omdat ik gewoon wil vliegen, wil werken. Ja. En omdat ik gewoon inderdaad een schuld heb, die moet gewoon betaald worden natuurlijk. Als je nu gaat studeren, tenminste als ik het terug sta te kijken met vrienden, kun je beter iets gaan studeren, niet wat je leuk vindt, maar gewoon dat je denkt van in de toekomst, daar zoeken ze iemand in. Want een vriend van mij is net afgestudeerd rechten en ja, die heeft nou ook moeilijk, want als je tegenwoordig geen 8's en 9's overal verhaalt, ze hebben nu gewoon de mogelijkheid om de beste van de beste te pakken, want anders ben je gewoon echt de lul eigenlijk. Dus je moet gewoon studeren wat je wat denkt, waar je een baan in kan vinden, want het is allemaal moeilijk, hè? Ja. Hey, Sophie, hi. Je zult wel denken, een soort jeugdhonk is dit hier. Zaterdagmiddag stroomt het hier altijd vol. Iedereen blijft plakken en eten en dan zien we wel wie blijft slapen. Zo is het een beetje. Gezellig, hè? Ja, zo ben ik opgevoed. Dat er een rookmachine is? Oh, jezus, is wel helemaal ingevoerd. En dan hangt maar dat is voor later. Britje Maasland woont. En die heeft misschien een eitje voor ons. Hoi Bridget. Goedemorgen. Hoi. Dag. We hebben de gastvrij uit van Amsterdam. Ja? En we hebben vannacht bij je overbuurman geslapen. Oh, die is heel gastvrij. Was het lekker slapen? Ja, het was heerlijk slapen. Ja? Wil je ontbijten? Kan dat? Ja, tuurlijk. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Ja, heel goed. Want we zijn in Amsterdam vanwege de Occupy-bezetting. Heb je dat een beetje gevolgd? Nou, in Amerika, ja. Het is heel onduidelijk waar ze er eigenlijk precies voor staan. Behalve dat het met geld te maken heeft en dat ze niet tevreden zijn. Maar ik vind het wel altijd heel leuk als mensen een soort van saamhorigheidsgevoel met z'n allen tegen iets strijden of zo. Merk je er zelf iets van? Van de crisis? Ja, ja natuurlijk. Ja, wat dan? Bijvoorbeeld als producent, ik maak programma's. Ja. Dat er absoluut geen geld is om programma's te maken. Dat alles dicht gesponsord moet worden. Als je niet met een zak geld zelf aankomt, dan hoef je echt niks te maken. Waar maak je je zorgen ook? Nou, ik ben niet zo van het zorgen maken. Sowieso niet. Je hebt nou eenmaal dalen nodig om pieken te herkennen. Ook hierin. Dus dat komt wel weer goed uiteindelijk, denk ik. Maar als we allemaal wel maar door blijven gaan, dan komt het sowieso natuurlijk wel goed. Bedankt, hè? Doei! Zo, één keer. Dus zo. Ja. Zo. Hi. We zijn van het televisieprogramma Nu We Er Toch Zijn. Ja? Wij testen de gastvrijheid van Amsterdam. Mogen we binnenkomen iets eten? Ja, ik hoop dat er wat is thuis. We komen net terug van vakantie en we zouden net grote boodschappen gaan halen. Ah. Ja. Dan kijken of er nog kleine boodschappen zijn binnen. Ja. Ja? Wat ja, nou, komt, dan? Wilt u een kopje thee? Ja, een kopje thee, heerlijk. Ja? Ja, maar, komt u maar. Superleuk. Ja. Yes. 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 Hey, jij komt net aan uit Suriname. Ja, uit Suriname. Nee, niet net, maar ik ben altijd hier 3 maanden, 4 maanden. Oké. Okay. Dus ik ben hier voor mijn wedstrijden. Ik heb een contract, dus ik moet binnenkort weer vechten, 28 januari. Want je vecht als, dat is jouw werk? Ja, ja, dat is mijn werk nu. Wat voor vechten? Thaibox-sport. Wat is je boksnaam? De Machine. De Machine? De Machine, ja. En hoe goed ben je dan? Ja, ik ben prof. Ik kwam binnenkort hier wonen.
Dus, om hier verder te vechten? Ja, verder te vechten. Want hier wordt het professioneler gedaan met de sport. Ja. Het ver professioneler gedaan? Voorheen was er elke weekend een gala. Okay. Nu is het één keer in de half jaar, één keer in de drie maanden heb je een redelijk mooie gala. Nu mag ik blij zijn als ik één keer in het jaar vecht. Waarom? Ze zeggen dat er veel criminele activiteiten of criminele mensen op vechtsportgala's komen. Ja, ze hebben tafeltjes toch met die vechtgala's. Ja, het is een beetje dat daar de deals worden gesloten. Ja, dat denkt de gemeente. Ja, kijk, dan waarom pakken ze hun niet aan? Waarom pakken ze ons aan? Wij trainen ons kapot. Ik was ook een straatjoch. Ik hangde ook elke dag op straat. Ik zag geen vooruitgang in het leven. Dus gewoon chillen, roken, niet? Drinken. Het was elke dag hetzelfde. Volgende dag je staat op, wat ga je doen? Precies hetzelfde weer. Vanaf dat ik met thaiboksen begon, is mijn leven echt veranderd. Dan, ik ben helemaal gestopt met alles. Ik ben helemaal clean. Maar als ze dus die gala's verminderen, dan weet je even niet zo goed wat je moet doen. Nee. Ik denk dat ik weer stoute dingen ga doen. Maar hoe vind jij dat als hij in die ring staat en klappen krijgt? Ja. Heel spannend. En wat vind je ervan dat hij zegt, als het niet doorgaat, dan ga ik weer de straat op? Zou nee, dat doen? Gaat hij heus niet doen hoor. Ik ben er nog, dus om hem tegen te houden. Hoop het. Okay, succes met vechten, hè? Dankjewel. Gevaarlijk, hè? Nee. Doei! Nieuwe wijk. Met je hongerig nog steeds. Ja, dat is honger, hè? Sorry, jongen. Lekker dametje gehad. Halleluja, Amsterdam. Er waait een nieuwe wind over de dam. Over het spuit en het hokken. Daar zijn de tijd niet teruggegeven. Even verderop, Amsterdam-Oost, een gemêleerde buurt. En het is nu echt tijd om iets te eten. Goedenavond. Waar zijn we? Televisie. Televisie. Zijn de mensen hier een beetje gastvrij? Ja. Bent u ook gastvrij? Als wij nou zouden vragen of we binnen mogen komen voor een klein hapje, zou dat dan mogen? Klein hapje, wat is een klein hapje bij jullie? Maar je kopje soep. Ja, kopje soep. Rot op met het ding. Is dat een ja? Mogen we binnenkomen? Hi, we hebben televisie. Hoi Harry. Sophie, nu we er toch zijn. Hey. Nou, proost. Gezondheid, man. Cheers. Ben je ook al oma? Mijn oudste kleinkind is alweer 20. Ook alweer 20. En is je man... Mijn man is overleden. Allang? 99. En hoe is dat gegaan? Op een gegeven moment hoor je dus dat hij kanker heeft. Met kanker, dat was niet op één plek. Het zat van eigenlijk van top tot teen. Binnen een week, anderhalve week was het gebeurd. Zo kort? Ja. Dat had met alcohol te maken. Oké. Okay. Nou, alcohol, dat vernietigt je hele lichaam. En hij dronk gewoon te veel? Een liter jenever per dag. Een liter jenever per dag? Hij was wel een alcoholist. En was hij dat al toen je me ontmoette? Op dat moment zag ik het niet. Na de hand zag ik dat dus wel. Ja. Maar dan is het te laat, ben je verliefd. En liefde maakt blind. Want was hij ook wel eens onaardig tegen jou? Of agressief? Of... Ja, natuurlijk zijn die mensen onaardig. Natuurlijk zijn die mensen agressief. Want ze winnen het niet. Ze kunnen het niet winnen van iemand die nuchter in het leven staat. Want je bent sterker. En dat werd agressie sterker. Op? Ja. Hoe heette hij? Hoe hij heette? Ja? Rinus. Ja. En wat was er dan zo bijzonder aan Rinus dat je toch zoveel jaar van je leven zo met hem bezig bent geweest? Hij was de man die mij eigenlijk een nieuw leven gaf in mijn seksleven. En dat boeide mij. Klaarkomen, als je dat niet weet, dan kan je daar ook niet mee omgaan. Dus je moet het zo zien dat je ergens in het leven gefrustreerd bent. En dat iemand in je leven komt die jou iets laat voelen. Ja. Ja, dan wordt het woordje houden van. Je begeert zo iemand, je vindt iemand toch wel lief. En goh, hoe kan hij dat wel? Dat is dus een... Ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen. Hey, en heb jij nou ook meegekregen dat die Occupy... mensen op het Beursplein zaten in Amsterdam? Maar is dat iets waar je je druk over maakt? Dat de verschillen steeds groter worden? Armen worden armen en rijken worden rijken. Dat merk je ook echt? In mijn eigen portefeuille wel, ja. Ja? Werk je nog? Ik werk niet. Nee? Nee. Gelukkig niet. Ga jij maar lekker werken voor mij? Nee hoor, echt niet. Dus de bedoeling is natuurlijk eigenlijk dat je tot 65 blijft werken. En dan in de AOW gaat. Wie bepaalt dat? Als ze naar die hoge heren die zo afgestudeerd zijn, is iets minder in hun inkomen geven. En het aan de armen geven. Hoe denk je daarover? En dat ze niet in Alfa Romeo's rijden en in Mercedes'en. En dan denk ik, waarom zij wel die rijke stinkers en waarom wij niet? En waarom moeten wij in de voedselbank? Het is gewoon allemaal chaos en stront. Ja, en dat meen ik echt. Laat ze maar komen. Hey jongens, succes. Doeg. Doei. Thank you.
Beursplein. En hier staat Occupy Amsterdam. Hi. Sophie ben ik. Hoi Boris. Hey Boris. Wij zijn van Nu We Er Toch Zijn en we testen de gastvrijheid van Amsterdam. Zijn de mensen hier een beetje gastvrij? Ja, absoluut. Zijn jullie ook gastvrij? Ja, zeker weten. Heb je een bakkie? Heb je een bakkie? Ja, daar gaan we nu voor je zitten. Ja, absoluut. Kom mee. Waar zijn alle tenten? We willen gewoon in grotere tenten gewoon de boek gaan doen. Want dit is gewoon levensgevaarlijk met kleine tentjes. Ja? Dus we trekken mensen aan die we niet willen. Wat voor mensen? Ja, mensen die hier drugs gaan dealen. Okay. Mensen die dakloos zijn, die ook slachtoffers zijn van de maatschappij. Maar tegelijkertijd ook een hele hoop herrie schoppen. En niet de message doorgeven die wij eigenlijk willen doorgeven. Want wat is de message die jij hier de afgelopen week hebt verkondigd? Wake up. Wake up. De reden waarom ik me heb aangesloten hier. Ik ben gewoon zelfstandig ondernemer op de markt. Ik heb het helemaal niet zo slecht. Maar ik zie gewoon dat de mensen om mij heen allemaal uit elkaar vallen. Mensen die echt scheiding hebben omdat ze een te dure hypotheek hebben aangenomen, die de banken hun hebben aangesmeerd, kan je zeggen van eigen schuld, dikke bult. Aan de andere kant denk ik van nee, zo werkt het niet. Proost, bedankt hè. Proost hè. Lekker bakkie, even binnenkijken. Hallo. Hallo jongens, in elk kantoor. Gewoon internet, dat hebben we hier. En hoeveel mensen slapen er 's nachts hier? Maximaal 4 en dat is ook in de praktijk zo. De meeste mensen hebben gewoon geshuffeld. We hebben met mensen met soort gasthouders die gewoon mensen opvangen van ons. En die gewoon een logeeradres hebben aangeboden. Hier in de buurt? Ja, gewoon mensen in de buurt. Mensen kunnen ervoor kiezen hier de nacht te slapen of niet, of te waken. Het is hartstikke koud. Het is koud, ja. Maar dit is ook niet voor mietjes, hè. Occupy is niet voor mietjes. Jij hebt je ook aangesloten? Ja. Jij slaapt hier ook wel eens? Ja. En heb je het idee dat het zin heeft wat je aan het doen bent? Ja, zeker. Zeker. Ik merk sowieso in het nieuws en in de media over het algemeen merk je heel erg dat het niet meer gaat om deze subsidie raak je kwijt en die subsidie raak je kwijt. Maar het gaat, tegenwoordig gaat het er vooral om van hoe zit het systeem eigenlijk in elkaar? En wat is nou eigenlijk het systeem waar wij in leven? En dat komt ook door Occupy, dat mensen dat Nou, ik denk wel, ik denk wel dat wij deelnemen aan de bewustwording die bij de mensen gecreëerd wordt. Ja. Wordt 2012 ook het jaar van Occupy? Denk het wel. Nou, de bewustwording is al begonnen in 2011 en we blijven er gewoon mee doorgaan. En het is een proces dat moet veranderen. Het is een heel groot systeem waar wij tegen vechten. Wat zegt je moeder als je zegt ik lig in die tent op het beursplein te slapen? Die maken zich wel zorgen natuurlijk. Ja, natuurlijk maken ze zich zorgen. Je gaat niet zomaar meer in het centrum in een tentje slapen. Maar ik doe dit ook niet zomaar zonder reden. Nee. Ik heb ook echt het gevoel dat ik hier ergens voor zit. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ja. Heel erg bedankt voor de gastvrijheid allemaal. Succes met de actie. Hou vol. Dankjewel. En slaap lekker vanavond. Jullie ook. Doei. We zijn in Amsterdam-West en we gaan op zoek naar een slaapplaats. Hallo. Hallo. Alles goed? Goedenavond, alles goed, ja. Heb je een slaapplaats? Ja, dat is wel straight to the point eigenlijk, hè? Ja. Ja, we hebben wel een slaapplaats voor je, maar dan moet je wel eerst mee naar een feestje, denk ik. Nou, hoeven we niet helemaal mee naar het feest, goed shirt af. Maar mogen we een drankje komen drinken? Ja, kom gezellig een drankje. Ah, gezellig. Hoi. Tot hoe laat gaan jullie door morgenochtend? Ik denk een uurtje of 6, 7. Als je nou tot 8 uur gaat, dan slapen wij hier terwijl jullie weg zijn. Prima. Serieus? Ja, zo gaat het toch? Blijven we slapen tot ze thuis komen, dan gaan we weer. Veel plezier, hè? Doei! Doei! Ik ga naar huis kijken. Trusten. Dat is. Goedemorgen. 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 Oh nee. Oké, nou, dan moet er maar een feestje geweest zijn, want niemand is nog thuis. Bedankt voor de gastvrijheid. Er is natuurlijk nog één iemand aan wie ik moet vragen of Amsterdam gastvrij is. En dat is de loco-burgemeester Lodewijk Asscher. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij hebben 2 dagen gestruimd door deze mooie stad. Wat verwacht je van de gastvrijheid? Ik verwacht dat Amsterdammers het hart op de tong hebben, maar wel heel erg gastvrij zijn. En dan zijn we natuurlijk neergestreken in Amsterdam vanwege de Occupy-beweging. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, ik vind het eigenlijk ook wel een beetje bij de stad passen. Het is ongeorganiseerd, ongeregeld. Er zit protest in tegen alleen maar geld. Maar het moet wel een beetje binnen de perken blijven. Nou, dat past wel hier. Amsterdam, krijgt van ons. Nog 1 seconde, waar is de ketting? Moet ik een ketting regelen? Ja. Oké, okay. Gaan we die even regelen. Okay. Het is heel officieel moment, hè? Meneer de loco burgemeester, er zijn 3 opties. Zwart, niet gastvrij. Zilver, wel redelijk gastvrij. En goud, zeer gastvrij.
En Amsterdam krijgt van ons goud. Yes. Yes. Ja. Dank je wel. Doe je dat weer? Gelukkig? Ja, mijn dolgelukkig. Gefeliciteerd. Kan niet meer stukken. De Occupy-beweging staat voor sociale en economische onverdeeldheid. Die hebben wij gezien in Amsterdam. Rijk en arm, maar beide even gastvrij. Wil je meer zien? Ga dan naar nuweertochtzijn.bnn.nl. En anders tot volgende week. Dag kijkers. Toch zijn. In deze serie testen wij de gastvrijheid van plaatsen die afgelopen jaar op positieve of negatieve manier in het nieuws zijn geweest. Die gastvrijheid stel ik niet alleen, maar dat doe ik met geluidsman Joffrey. Ja! Cameraman François. Deze week testen wij de gastvrijheid in Amsterdam. Occupy is een wereldwijde protestactie gebaseerd op hele rijke mensen in Amsterdam. Denk je dat er een verschil is tussen waar de deuren open gaan voor ons en niet? Nee. Ik denk dat Amsterdam in het algemeen wel heel gastvrij is. Ik denk bij de rijken dat ze je minder naar binnen laten. Dat ze gierig zijn voor hun geld. Ja? En de armen juist willen delen met de andere mensen. Wij testen de gastvrijheid in heel Amsterdam. We zijn nu gearriveerd in de Bijlmer. En het is tijd voor een kopje thee. Of een ander exotische versnapering. Dag! Ja? Wij zijn van het televisieprogramma Nu Weer Toch Zijn. Wij testen de gastvrijheid van Amsterdam. Test u de vrijheid van de islam? Ik ben een beetje doof. Oh. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Ik wou even vragen of... Zo. Dit is dus het bonkend hart van het kapitalisme. Mag ik jou misschien wat vragen? Waar ga je naartoe? Ik ga naar mijn bureau. Oh, je werkt bij de bank. Oh, maar dan loop ik heel even met je mee. Wat vond je van de Occupy-beweging? Ik vond het waanzinnig. Nee, maar geef eens een eerlijk antwoord. Dit komt niet goed over. Het is een beetje LFO-geluidje die ik ben heel benieuwd hoe het zich verder ontwikkelt. Ik kan me de beweging heel goed voorstellen. Het is nou helemaal zo, degene die hard werkt verdient veel. En ja, goed, er zijn ook mensen die minder verdienen. Dan moet je een andere bank kiezen, toch? Ik vind het gek. Ik heb zelf meegedaan. Ik stond op stelten met een mooie tekst. Okay. Het leven is priceless. Ik vond het goed. Er ontstond een soort van gemeenschap echt. En eigenlijk niemand deed er raar over. Ik heb zo'n nooit iets fatsoenlijks over gezegd, laat ik het zo zeggen. Nee, en de mensen bij de bank wel. We gaan nog eens vrij testen bij hele arme mensen. En het vitalistische hart van deze stad, de Zuidas. Hallo. Hi. Wij zijn van... Nu we er toch zijn, we testen de gastvrijheid van Amsterdam en we zoeken een lift richting de Zuidas. En we testen... Ah, kom even. Yay! Het stond al best wel lang, hè? Hi, Sophie, heb je de Occupy-beweging een beetje gevolgd? Ja, ik heb het wel gezien, ja. Ben je het mee eens? Is het goed dat ze doen? Het is goed, ja. Ja. De armen worden armer en de rijken worden steeds rijker, ja. En ze willen weinig belasting betalen. Ik wens jullie een fijne dag. Dankjewel, sweetie. Ja. Joehoe, bedankt! Op de Arabische lente. In september van afgelopen jaar verzamelden de eerste demonstranten zich voor het beursgebouw op Wall Street in New York. En al snel waaide de actie over naar Europa en naar het Amsterdamse beursplein. Deze anticapitalistische protestbeweging die protesteert tegen de macht van de banken, de bonuscultuur en de sociale en economische ongelijkheid. De competitie en de commercie is het grote vergif van de samenleving. Ik zeg nee! Nee tegen de macht! En nee tegen ongelijkheid! Hoe lang blijven jullie nog? Zolang het nodig is. Hoe kijken de allerarmsten en de allerrijkste van onze hoofdstad eigenlijk zelf aan tegen deze ongelijkheid? En belangrijk voor ons, zijn ze bereid om dat wat ze hebben met ons te delen? We gaan het uitzoeken, nu we er toch zijn. Maar eerst een lift naar het kamp.